Welkom bij een nieuwe aflevering van De Garde van Gert, waarin we elke dag proberen te bewijzen dat lekker koken niet zo ingewikkeld hoeft te zijn en dat het ook niet zo lang hoeft te duren. Maximum een half uurtje. En de man die dat vandaag nog maar eens gaat bewijzen dat het echt wel kan, dat is Johan Segers. Johan, welkom. Dank je wel. Ja, wat eten we vandaag? Ik ben weer al blij. Ja? Ja, een boucher. Een vol-au-vent. Een koninginhapje. Een koninginhapje, ja. Voilà. Ja. Ja. Ja, er wordt veel tegen gezegd, hè. Maar ik zie geen kip of zo. Nee, is toch, nee, we gaan... Eigenlijk ben ik zo'n beetje op het idee gekomen met garnaalkroketten. Dat is toch omslachtig en niet gemakkelijk. De mensen steken daar dan ik weet niet veel werk in. En dan ontploffen die in het frituurvet. Ja. Kan gebeuren. Je zou het tegen de muur gooien. Met het resultaat denk ik dat mensen op een duur zeggen van ja, ik maak dat niet meer. En deze is eigenlijk, ja, dat kan niet mislukken. Ik ben benieuwd. Nee, je kijkt wel al zo boos naar mij. Nee, maar, dat kan niet mislukken. Ja. Ik vind het een straffe uitspraak. Dat is fantastisch dat ik dat niet moet vragen of dat jij die wilt... Ik ging er gewoon automatisch aan beginnen. Ik ging er gewoon eentje eten eigenlijk. En hier heb je een wat vuur eronder, dat doe je ook automatisch. Fantastisch. Ja. Een beetje olie. Dus er zit, de kip wordt eigenlijk vervangen dan door een garnaal? Door garnaal. En ja, om het dan nog wat rijkelijker te maken, ga ik er nog een tongetje bij doen ook. Oh. Ja, dus dat is echt, het is echt een feestmaal. Hè? Het is een beetje een luxe, een luxe gerecht. Hè? Ik heb dus de koppen eigenlijk, hebben we nodig om de saus te maken. Ja. Maar ik denk dat we, ja, dat we daar niet zouden kunnen in slagen om die binnen die tijd die garnalen te pellen en dan nog onze saus te maken. Dus ik heb een beetje toch wat gefoefeld. Het is te zeggen, ik heb aan mijn vishandel gevraagd voor alleen wat koppen. Ja, maar dat is iets wat jij krijgt, omdat jij nou waarschijnlijk een goede klant bent. Maar is dat iets wat iedereen absoluut kan... Nee. Absoluut, zeker en vast. Krijgen. Ik wil er zelfs iets voor betalen. En ik kan zelfs iets meer zeggen. Stel je voor dat, dat moeilijk is. Koop dan wat meer garnalen. Pelt die dan niet en maak daar dan gewoon even je saus mee. Dat ga ik nu het verschil niet maken. Oké, maar dan... Zit je mee? Ja? Dan ben ik mee. Ja. Nee, we hebben dat hier al eens gedaan. Dus een soort biscuit getrokken van de volledige garnaal, ik moet zeggen. Ja, dat geeft goede smaak. Ja, en zeer snel. Hè. Dat is op een paar minuten dat tijd. Heeft niet, dat heeft niet veel nodig. Dus pannetje, wat vuur eronder. Kan daar een echalotje in snijden. Dat mag in grove stukken, want dat blijft niet in de saus. Dus dat moeten geen kunstwerken zijn. Voilà. Okay. Gaat dat hard genoeg doen? Ja. Dat staat op 8. Dat is goed. We gaan dat direct door eens. Hè. Oh, het zingt. Okay. Het zingt. Voilà. En dat zijn dan die koppen. En die gaan we ook eigenlijk bakken. Samen met die echalot. Hoor je het? Ja. Want ik veronderstel dat die garnaaltjes zelf eigenlijk maar helemaal op het einde van het verhaal... Ja, de gepelde. Helemaal op het einde van. Want anders zouden die ook grijs worden en zo. Weer kan de massa weer kruiden. Hè? Beetje, niet te veel zout, want garnaal is al tamelijk, hè, toch al uit onze Noordzee. Is gekookt al in zoutwater. Dat is toch één van onze kroonjuwelen, hè? Caviar uit de Noordzee. Ja, ik vind dat, hè. Ik vind dat fantastisch. Dus, daar is ook heel de wereld jaloers, hè. De Japanse keuken die zo met hun producten bezig zijn, die hebben zo'n aantal dingen waar ze echt jaloers zijn op ons. Dat zijn de garnalen, ons witloof. Ah, dat vinden die... Allee, maar dat is ook fantastisch, hè. Punt uit. Ja, en als ik in mijn stamcafé in Oost-Duinkerke zit, dan zie ik vaak de garnaalvissers te paard voorbij gaan. En die, ja, dat is daar traditie, hè. Top, hè. En die lopen dan naar het strand natuurlijk om daar te gaan vissen. Dat is toch fantastisch. Ja, je moet even niet filmen, want mijn garnaalpelkunst is zeer beperkt. En ik durf dan, als ze zien hoe slecht ik garnalen pel, dan durf ik niet meer in mijn café komen. Nee, maar ik vind dat allemaal flauwekul.
je doet het. En dat, is toch gewoon fantastisch. Al de rest is allemaal bijzaak. Het voornaamste is dat die garnalen uiteindelijk gepeld geraken en dat dat klaarkomt. Hoe dat gebeurt, jongens. Ja, maar soms het duurt ook gewoon wel lang bij mij. Ja, ik zeg nou niet dat we nu... We zullen nu onze tijd wel nodig hebben, maar... Want ik heb daar eigenlijk alle pottekjes in staan, daar aan de andere kant. Hè, met mij allemaal gepelde garnalen. Ja, omdat ik... Ja, sorry, hè. Ik durf het niet zeggen. Ja, maar zeg het maar, ik ben er. Dat is een van die dingen dat ik van mezelf weet, dat garnalen pellen... Ik had ook gezegd tong, hè. Dus... Voilà, dat is een verse zeetong. Ook toch weer zo'n tof product, hè. Ik wil niet, zeker geen seksistische opmerkingen maken, maar bij ons thuis zijn het toch vooral de vrouwen die zeer bedreven zijn in het garnalenpellen. Is het waar? Ja. En dat gebeurt dan dikwijls dat mijn vrouwtje met haar moeder van een hele berg garnalen zitten. Is het waar? Ja, 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 ja. Met een glasje erbij. Zalig, hè? Ja. Tegen dat de garnalen gepeld zijn, zijn ze met twee poepeloeren, maar dat is niet erg. Dat is, Ik ga dat gewoon bevochtigen met water. Ja. Net onder. Geen zwemdok, gewoon net. Want we moeten een goede stevige jus krijgen. Dat is eigenlijk een bisk. Of wat dan? Ja, ja, eigenlijk is dat een biscuit. Daar zijn dan wat meer groentjes in. En er zijn dan de tomaatjes in en van alles. Deze is gewoon een witte basis. Dus eigenlijk, als we het nu de parallel trekken met onze vol au vent met kip, is dat eigenlijk de kippenbouillon. Ja, voilà. Absoluut. Voilà. Ja, wat zijn we weer braaf vandaag, hè? Ja, we zijn stil ook, hè. Mag ook al eens, hè? Ja, 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 ja. Maar ja, het is zo'n moeilijke job te doen, hè, als garnalenpellen. Ze zeggen altijd, de liefde moet niet altijd geen lawaai maken, hè? Is dat niet zo? Oh, dat weet ik niet. Ik denk anders dat jij een grote lawaaimaker bent, als daar op aankomt. Lawaai. Ja. Nee, je moet u niet haasten, hè. Doe gewoon, zorg dat het gezellig is. Ik vond dat je een hele goede hint gegeven had dat uw vrouw en alle andere dames die daaraan deelnemen tijd terwijl een glaasje dronken. En dan dacht ik zo bij mezelf, ja, enfin. Hè? Ja, maar ik denk... Hier mag dat weer al niet. Hè? Ja, we moeten toch het goede voorbeeld geven op tv. Maar een glasje... Maar drinken is dat altijd alcohol, hè? Een glas water is ook lekker dikwijls, hè? Zo. Ja, maar ja, dat is... Ik weet niet of dat nu direct de sfeer zo ten goede zou komen. Ik leg die visgraat ermee in, hè? Met die kop van die vis. Die is proper gewassen, proper gemaakt. En dat gaat dus gewoon ook... nog wat extra smaak geven. Dat gaat natuurlijk wat extra smaak geven. Voilà. Ik kan die filetjes proper maken. Onder dat potje zit hier geen vuur. Nee, wilde je vuur? Ja. Oh god, ik ben hier. Oh, ja, ik had hier ontfoefelen geweest. Ja. Ja, dan moet wat gesmolten boter worden. Ja, daar hadden we nog heel lang op kunnen wachten. Dan. Ja, zeg. Hè? Onder het motto, we maken het toch nog spannend. We gaan die in stukken snijden. Siflees noemen ze dat in de keuken. Zo wat. Ja, voilà. Ik heb ook altijd... En, ga het? Maar ja, ik heb altijd de gewoonte, als ik zo met iets bezig ben, zoiets als prulwerk of zo, van mijn adem in te houden. Oei. Ja, ik heb dat van mijn moeder. Oei. Ja, dat is heel gevaarlijk, dus... Moet ik mij zorgen maken? Moet ik iets voorzien? Nee. Dat is op... Ik adem wel op tijd, hè, maar ik heb de neiging om mijn adem in te houden. En dat is gevaarlijk soms. Ja. Ik heb hier... Mijn vinger kunnen opgehouden, dat is juist toch, hè? Ja, ja.
Dus als je mij ineens, als mijn kop de kleur krijgt van mijn hemd, dan weet ik wat ik moet doen. Hè. Ja. Maar ja, we hadden zoveel van die rare dingen in onze familie. Hè. Mijn tante, mijn groottante, die telde alles. Alleen menen, zoiets tellen. Ja? Bijvoorbeeld, ja. En dan zou die denk ik gestopt zijn op een rond getal garnaal of zo. Allee, jong. Of als die aan de pepermolen draaide, dan telde die 7 keer. Ja, telde alles. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Voilà. Allee. Dat is echt ongelooflijk. Dat is... Allee, je zou bekend denken dat dat iets is dat uit een bokaltje komt, hè. Allee, geconcentreerd iets, hè. Nee, ik bedoel van kracht en van... Ik kreeg het op mijn hart. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk snap ik wat je bedoelt. Kunt dat we dan niet geloven dat dat wat water is? We hadden wat garnaal afval. Nee, hetgeen dat ik toch weer eens wil zeggen, is dat dan altijd wel nodig van dat te gaan flamberen met cognac, daar witte wijn in te doen, daar dit in te doen. Is dat eigenlijk altijd allemaal wel een must? Of is dat zoiets zo van... Hè? Ja, dat zouden wij aan u moeten vragen, Johan. Ja, ik zeg van niet, hè. Maar we hebben wel top garnalen uit de grootste gemeente aan de zee. De grootste gemeente aan de zee. Van de garnalen, je hebt het juist verteld, uw stamcafé. Ik veronderstel dat ze uit Oost-Duinkerke komen. Ja, voilà. Zelfs als dat niet is, kan me dat denken. Hè. En ga ik dat zeggen, want ze zouden mij lynchen, denk ik, daar, als dat niet het geval is. Ik ben dus bezig met een route maken. Hè? En voilà. En je weet, een van mijn principes is zo wat. Deze bouillon warm, dan moet deze koud zijn. Maar dat moet allemaal niet. Maar je maakt eigenlijk een soort beurmanier eigenlijk. Wat denkt hij? Wat zegt hem nu weer allemaal? Nee, ik was terug met een adem aan het inhouden en dan hoor ik niet meer zo goed. Ja. Een beur? Ja, beurmanier noemt dat. Dat is eigenlijk de boter zustekjes en bloem eronder, maar dat is niet warm. Dus dat is, niet, dat is iets anders dan een roem? Ja, dat is iets anders als een roem. Maar... Voilà. Ja, eigenlijk is dat allemaal hetzelfde. We gaan het niet moeilijk maken. Voilà. Oké, ik denk dat ik even... Een zeef die kan ik hier vinden, denk Normaal ik. Normaal wel, ja. Ja. Ja, oké. En een potje. Ik kan even dat bouillonnetje passeren. Je kunt dat eigenlijk... Oh. Ja, zeg het maar. Zo opdrinken ook. Hè. Ja, dat is toch fantastisch, zo'n bouillon. Hè? Ja, ik ben volledig... En ik veronderstel, hoe meer dat je dat laat reduceren, hoe krachtiger dat is. Ja, maar je moet dat wel opletten. Dat mag zeker niet te lang, want dan wordt dat vies van smaak. Ja, maar ik bedoel, zonder de beestjes erin. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, dan wel. Hè. Ja. Dan wordt dat een serieuze, stevig gebeuren. Zo weten we dat de waar zo recht van boven komt. Zo. Ja. Alas, hè. En dan ga ik dat even terug opzetten. Ja, dat staat nog op, hè, op 8. Maar dan ga ik daar die tongetjes in pocheren. Hè. Dan krijg ik dat nog eens een meerwaarde. Oké? Okay. Ja, zeg. Ja, ik luister graag. Wat denkt u? Als we die... Ik durf niet. Ik zal ze erbij doen, hè. Ik denk dat we dan genoeg hebben. Ja, nee. Allee, nee? Jawel, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, nee. Nee, zoiets dat moet gebeuren in de sfeer die jij er straks verteld hebt. Je moet dat rustig doen bij een aperitief. Pak je die garnaaltjes, je pelt die, je zet die in de frigo en dan daarna maak je dan die... Iets anders moeilijk is om eraf te blijven, hè, terwijl dat komt pellen. En je kunt ze ook gepeld kopen. Hè. Er zijn tegenwoordig handgepelde garnalen op de markt. Die aan de kust eigenlijk in beschermde werkplaatsen dus helemaal gepeld worden met de hand. Dus je doet eigenlijk ook nog een goed werk. Ja, echt waar. Ah ja, maar dat moet je dan wel weten. Hè, want... Ja, nee, maar dat is tamelijk actueel. Dat is zo... dat is echt waar. Ah, ze doen dat naar daar. Ze laten die mensen dat daar pellen en die krijgen er iets voor. Ja, maar er zijn ook van die garnalen die... Uh, op
ver weg gaan en... Ja, wel, om dat te counteren, dat dat toch wel een beetje te gek is. Voilà. Oké. Je hebt het er warm van gekregen. Ja, hè? Ja, het is een zeer, zeer zware job. Nee, dat is ook zomaar even... Kapot, ik ben kapot. Ja. Je ziet die tongetjes, dat is zomaar even... Die beginnen zo wat te krullen. En dan is dat al in orde, hè. Dat is al klaar, hè. Maar is dat eigenlijk dubbel profijt dat je nu doet? Eén, de tongetjes krijgen de smaak van... Ja. En andersom, die geven dan ook die smaak. Ja, dat geeft ook nog die smaak. Ook. En allez, we gaan geen duizend potjes vuil maken. Een win-win situatie. Ja, absoluut. Voilà. Mag ik aan u vragen, alstublieft, van die eitjes te scheiden? Dat ik kan een beetje een moezel. Ik heb intussen tijd... Enfin, de oven staat ook op, hè. Ik heb de oven opgezet op 170 graden, want we moeten die bouchetjes warm maken. Hè. Dus, voilà. Oké. Okay. Dus dat is die roux, hè. Dat is duidelijk, hè. En nu gaan we die bouillon van die garnalen en die tongetjes daarop gieten, hè. En dat gaat sowieso wel een lekker, iets lekker zijn, hè? Ja, dat is... ja, dat moet je niet aan twijfelen. En dat is ook eigenaardig. Dat krijgt ook al zo direct die kleur, hè. Je ziet, we hebben daar niks bij gedaan. En toch is dat zo van dat licht roze, zo, hè. Ja. Daar mag ook zo wel een lekje room bij. Ik kan toch al eens met een lepel erin stoppen. Ja, wacht, ik kan het even door elkaar zetten, dat je het goed kunt proeven. Wat kunnen we doen, Johan? Stel, je merkt nu van, oh, het is te dik. Ik zeg maar iets. Wat moeten we dan doen? Ja, doe er een lekje water bij, hè. Allee, ja, die bouillon was heel sterk, ja. Hè. Dus dat kan dan... Ja, zelfs alleen. Ik ga nu even... Ik heb dat nu even gepasseerd, maar als ik dat nu terug even moest pakken en nog eens uitduwen, zou er nog wel wat vocht uitkomen. En dan kunnen we dat nog wel redden. Ah. Moest dat nu gebeuren? Ja, nee. Dat is geen enkel probleem. Op een gegeven moment is dat nu ingedikt. Hè? Ja. Als je dat nu langer laat komen, wordt dat altijd maar dikker, dat wordt altijd en, dikker. Dikker en dikker. Altijd dikker en dikker. Het is niet zo dat dat een bepaald punt bereikt. Oh, nee, vocht verdwijnt. Hè? Dat is zo simpel is dat. Hoe is het van smaak? Ja, lekker. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Nee, maar dan mag je nog wel... Maar, ja. Een druppeltje citroen, zou die fris zijn? Zou ja, dat mogen? Dat mag zeker, ja. Maar alles zijn nog zowaar sowieso. Een klein beetje water op doen en dat... Maar peperzout is oké, Ja, maar ja, dat kunnen toch nog helemaal op tenden doen, hè? Ja, chef. Nee? Ik weet dat niet. Ja, chef, ik zou bang zijn. Natuurlijk. Ik zou denken, ja, hoi. Ja. Voilà. En dan... De garde, hè? Oh, ik hoop dat ik niet te veel water ben. Dat vind ik ook altijd zo plezant, die hoedjes zo. Hè? Vind je niet? Heb je een bakker gekocht, Johan? Nee, hè? Zelf gemaakt? Ja. Is het waar? Ja. Maar ja, jullie hebben een vrij uitgebreide patisserie. Ja. Wij maken alles zelf, hè. Zelfs onze kinderen. Ja. Allee? Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoeveel heb je zo gemaakt? Ik ben de gelukkige vader van vier kinderen. Ja, bravo. Ja, absoluut. Ja. Jij bent al een kloppen gewoon. Of dat is fantastisch, jong. Ja, nee, maar ja, nee, doe maar. Ik zou het u niet doen. Is het klaar? Ja, is de boter er al bij? Oh, nee, maar dat nog niet. Maar nog... Oh. Amai, genoeg geklopt. Denk je daarmee aan dat zeker niet verbrandt? Het is voilà. Je koekjes. Ja. Ga ik u helpen met die mousseline? Ja, doe maar. Ja? Dan zijn we gerust. Want we weten nooit hoe dat anders afgelopen. Ik zal eens proeven dat die garnaaltjes nog... Die zijn nog altijd goed. Dus dat is oké. Okay, ja. Je vond dat, dus dan gaan we dat erbij doen. Hè?
Ja, dat is lekker. En dat is nu het grote probleem. Hè. Als je garnaalkroketten moet maken, dan moet je daar nog wat gelatine bij doen. De juiste dikte van die roux. Je kunt dat wel uitmeten, maar dat is altijd verschillend. En dan, dan is dat allemaal klaar. Zoveel werk. Hè. Je ziet die kapellen. En dan gooi je dat in die frituur. En gelijk gezegd, en dan zeg ik dat... Ze doen in de frak ooit. En dan zeg je, ik kook nooit meer. En dat willen we juist niet hebben. Hè. Voilà. We doen dat erbij. U mag de garnaaltjes er ook bij doen, alstublieft. We gaan dat rijkelijk maken, hè? Die mogen er allemaal in. Ja, dat mag er allemaal in. Ja, 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 ja. Je hebt er al een paar opgegeten, heb ik gezien. Maar... Ja, en deze plak je in het potje dus. Ja. Hebben we er nu al een druppeltje citroen in gedaan? Nee, nog niet. Ja. We gaan dus eerst een citroen. Ah, hier. We hebben hier een citroenoverschot trouwens. Dus... Is het waar? Blijkbaar, ja. Dan moeten we er iets mee maken misschien. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Dat is water en eigeel. En eigeel, je hebt voor de rest nog niks gedaan. Dat heeft geen warmte gehad. Nee. Je zit daar gewoon spontaan gewoon beginnen in kloppen. Ja. Ja? Oké, okay, ja, klopt dat al? Ja. Hetgeen dat... En toen zag ik dat er eigenlijk al direct goed uit, moet ik zeggen. Hetgeen dat ik eigenlijk ongelooflijk graag iets zou doen. Dat is... langs deze kant staan. Oh ja, maar we kunnen dat niet doen. Dat zou ik wel enorm leuk vinden. Ja, we kunnen dat niet zo, doen. Zo één, allee, dat jij zo zelf uw lievelingsgerecht klaarmaakt. Zo. Ja. Maar dat ik uw commie mag zijn en u helpen. En, oh, dat zou ik wel echt... Een heel simpel gerecht wat dat is. Maar ja, mannen. De mens moet dromen, hè. Kijk, dat kan lekker zijn. Kijk, kan eens even naar die bouchetjes. Van die zorap, die zijn... Ja, als ik ze nu gewoon zo... Ja, perfect. Die moeten gewoon warm zijn. Die zijn gebakken, hè. Zoals deze ook. Hier kan ook niks fout mee gaan, hè. Niet te evig vuur. Hè? Wat staat dat nu? Op 6? Nu staat dat op 0. Ah, ja. Een beetje vuur dan, ja. Dat is eigenaardig. Als jij weggaat, gaat dat vuur uit. Ja, dat is, ik heb een afstandsbediening bij. Hè? Ja, een antenne? Ja. 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 Dat mag niet te hard. Ja, dat mag niet aanbranden, hè? Nee. Dus, voilà, dan gaan we dat niet doen. Voilà, alles terug volledig onder controle. Ja, we gaan al een bordje zoeken, hè. En mag ik even zo een paar plukjes peterselie? Ja. Even onder de kraan. Misschien is dat wel plezant, dat we er zo wat peterselie op strooien. Zo lekker ouderwets. En gewone peterselie, hè? Ja. Tegenwoordig is het allemaal platte peperselie. Ja. Zit er dan niet voor? Jawel, ik ben voor alles, maar... Ja. Maar vroeger was het toch alleen, bestond deze toch alleen, maar ik heb nooit anders geweten. Ja, in een glas met een schaar en knippen. Ja, zalig, hè. Dat zijn de herinneringen aan aan grootmoeder. Hè? Dat mocht ik dan doen. Ah, mama, kan ik niet helpen? Ah, ja. Je moet de peperselie knippen in een glas. Ja. Ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben. Als ik zie hoe dat jij geniet van eten en drinken, zijn die mensen toch geslaagd, hè? Wij hebben altijd thuis goed gegeten en goed gedronken. Voilà. Super. Zeg, jij had vroeger zo'n rolletje. Heb je dat nog? Maar doe deze. Wat moeten we dat weer proper maken? Ik denk dat je dat beter... Dan moeten toch maar een paar dingetjes zijn. Zit je zeker dat dat puur aanstaat? Of zit je mij aan het testen gewoon... Ja, voel warmte. Maar ja, je lang stond kloppen toen dat niet aan was. Nee, hetgeen dat ik me niet afvraag, hoeveel water er erin gedaan. Dat gewoon gezegd, ik kon die niet hebben. Ja, maar ja, daar wil ik wel eens even iets over zeggen. Ja. Ik heb hier al veel koks gehad. Ja. En de ene doet er echt wel veel water bij. Je zegt, dan wordt dat luchtiger. Ja, klopt. En de andere zegt, dan mogen we er niet te veel water bij doen. Want dan wordt dat dikker, hè. Ja. Ja. Dus... Koks hebben altijd gelijk. Ook daar is geen waarheid. En, naar eigen goed dunken. Maar ik kan me wel inbeelden als je echt, dat er wel een punt is dat er, als je er te veel water bij doet, dat er niks meer mee aan te vangen valt. Ja, maar dan moet je wel langer kloppen. Hè. Ja, nee, het is... Voilà. Nog 5 minuutjes, hè. En dan stel ik eens al die gesmolten boter erbij, hè. Nu, dat is eigenlijk een soort van... Afwerking.
Ja, je zou het ook zonder ja, kunnen absoluut. Doen. Hè? Absoluut. Maar het is wel, allez, het maakt wel nog zo. Ja, zo. Voilà, die pieterselie van u, dat is allemaal geen must. Maar dat is wel plezant, hè? Allee, zo, dat geeft allemaal zo'n klein beetje. Ja, cassette. Klein beetje kruiden. Cayennepeper, zou dat ergens in onze mogelijkheden zitten? Maar dat hoeft niet. Ik ga er gewoon wat peper nemen. Soms doen ze er cayennepeper in, omdat je dat niet ziet. Hè. Peper laat een beetje een spoor achter in zo'n saus van tikkelingen. Ja, maar ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Voilà. Je moet hem ook zo'n beetje wat warm zetten, hè, dat dat niet koud wordt. Op één gaat dat niet veel gebeuren. Hè. Hier in deze stap. Perfect. Goed. Allee, ik weet niet. Sociale controle. Nee, jongens, zie je. Ja. Allee, zie dat blijft sowieso een van de lekkerste sausen. Dat is toch fantastisch, hè? Jongens, gaan we ervoor? Ja, we gaan absoluut. Wacht, ja. Nee. 3 hapjes zie ik. Ik zie er 3. Dat is ofwel is er dus ene die er maar één mag eten vandaag. Ik weet er altijd van, het zal wel mislukken, zeker. Of we verwachten nog iemand, Bert misschien, die komt mee eten. Je nu er straks dat hoedje losgesneden. Ja. Dus het is de bedoeling dat we dat eruit... Dat er ja, nee, vorkje zeker. Of ja. Ziet is ook zo die bladerdeeg. Je weet hoe dat komt hem los? Hmm. Ja, wel, jong. Zeg, zie eens. Je kent dat systeem van die bladerdeeg, hè? Hoe dat marcheert. Ja, in ringetjes op elkaar. Hè? Niet? Ja. Dus gerold uit. Hè? Ja. Je steekt dat uit met een gekartelde doei, vandaar dat je die streepje zet. En dan steekt je dat uit en dan haal je dat middelste. Hè? Dus dat je een platte bodem en dan een ring krijgt. Ja. Hè? En dan doreren, noemen ze dat, met wat eigeel, met een borsteltje. En dan gaat dat in een papier erover en dan gaat dat in de oven en dan souffleert. Maar kun je het tot eventueel doen met gekochte ja, dat verkopen ze, bladerdeeg. Ja, ja. Hè? Ik vind dat je moet goed een bladerdeeg kopen. Want dat is toch iets waar je als gewone sterveling niet meer aan moet beginnen, denk ik. Hè? Bladerdeeg maken, ja. Dat is een van de moeilijkste dingen. Maar echt de pure bladerdeeg, hè? Met echte goede boter. Hè? Want tegenwoordig is dat bloem en dan toerboter die ze er verkopen. Omdat dat mengen, dat vind ik... Ongelooflijk moeilijk. Als je dat kunt, dan kun je... Waarom? Omdat je dan ook... Je moet enorm mee zijn. De temperatuur buiten speelt een rol. Dat die boter, die moet zich helemaal verspreiden. Allemaal in laagjes op elkaar. Zonder ook dat die door het deeg doorbreekt, natuurlijk. Ongelooflijk. Ja. Maar wel... Allee, verschrikkelijk lekker, hè. Dat is zo... Ja. Dat moet ik wel zeggen. Dat is... zalig. Maar deze is ook zalig. We zien dat we er wat... Tongetjes en wat garnaaltjes. Maar ook en... daar kunnen de mensen eigenlijk, ja... Alle soorten vis kunnen daar toch in veronderstellen? Alle soorten vis. Ik heb nu tongetjes genomen. Maar inderdaad, ik zou nog liever hebben andere soorten eigenlijk. Hè, want tong eten we al genoeg eigenlijk. Dus ja, dat moet er zo wat overlopen. Hè. Oh, mannen, maar dat is echt dit is... Hmm. Ja, en dan nog een beetje... En dan nu uw pieterselie. En dat mag ook zo, dat moet ook zo wat rijkelijk erover vloeien. De pieterselie voilà. Met je? En dan zo wat pieterselie erop. Ja. Ja, top jongen, top. En een noot? En de noot. Oh mannen, maar deze is misdadig lekker. Maar ook weer plezant met pureeken. Met ja, wat je wilt. Maar eigenlijk is de bedoeling dat die een bladerdeeg... vervangt aardappelen en vervangt brood. En eigenlijk is dit een complete maaltijd. Ja, complete plaat. Maar ja, zo'n beetje puree erbij en dan die saus erover. Creatief zijn, hè. Wil je er mosseltjes in doen, dan kun je daar nog mosseltjes in doen. Kun je daar nog alle andere toestanden allemaal in doen. Kun je daarin uitleven, eigenlijk. Ja? Niet? Soms is het frustrerend, Johan, dat je aan de mensen thuis niet kunt duidelijk maken, juist geproefd, hoe lekker dat is. Ja, allee. Dus ik kan het enige wat we kunnen zeggen is, doe thuis wat Johan hier heeft gedaan en ga super lekker eten. En als u wil weten hoe het moet, Jan.tv vindt u alle recepten. Johan, we gaan stoppen, want dan gaan we rapper aan kunnen beginnen. Nee, maar je weet de voorwaarden, veel aandacht schenken aan de producten. Aan de garnalen zelf, aan een goede boucher, aan een goede tong.
daar moet je aandacht om geven. Al die toeters en bellen, dat is voor mij minder belangrijk. En ik hoop dat ik dat bewezen heb. Oké, wij gaan aanvallen. U thuis. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Garde van Geert. Ik kan ik wel even vaststaan. Ja, maar er stond nog wel in dat potteken. Ik kan aan dat potteken bieden. Ja. Ça va? Oh, dat is heel, heel goed.